Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Deze week kun je zien hoe ik ziek ben. Tetsa die is aan het rennen, vooral met haar pony en aan het spelen. En nou ja, kijk eigenlijk zelf maar. Vandaag is zaterdag en Tess gaat lekker in de les. Met Show Me. Nee, je moet even laten zien beneden. Ik heb mijn feestkapjes. Als de buk niet eens, ik zal het even doen. Adorable. Heel schattig. Kijk uit. Nou, lekker zadelen. Je moet de les in. Zo, monster 1 en monster 2 in de les. Ik vind het allebei volgens mij best wel lastig nog. Vandaag is zondag en Tess is grondwerk aan het doen met Bel. Ze heeft net geoefend met het blok. Nu gaat ze oefenen met de bal. Lekker. Dus even niet rijden vandaag. En Vrona is vrij ook vandaag, omdat ik eigenlijk een soort ziek ben. Henje heeft vanmorgen gesprongen. Dus die staan nu even lekker in het paddock. Vrona heeft in de stapmolen gestaan. Nou, en Tess die gaat oefenen met de bal. Niet de eerste keer, hebben jullie al in een eerdere video gezien. Dus nu is het ook minder eng voor Bel. Het is niet meer zo'n gevaarlijk ding. Dus nu kunnen ze gewoon... Ja, hi schat! Dus nu kan Tess gewoon al met dat ding aan de slag. Nu hoef je hem niet te aaien hoor Tess. Dat is alleen de eerste keer. Blijf er maar gewoon bij en probeer maar zachtjes. Probeer maar een beetje met de bal door de paddock te lopen. Maar niet naar haar toe specifiek. Gewoon door de paddock lopen. Gewoon zelf kiezen waar je heen gaat. En laat Bel maar gewoon gaan. Bel zoekt zelf wel op wat ze wel niet doet. Wel voorzichtig dat je niet bij de achterbenen terechtkomt, hè? Goed zo. En wel goed op haar letten dat ze gek gaat doen, dat je wel weet waar ze is. En de bal is al niet eens eng meer. Die mag gewoon mee. Dat gaat heel prima. Als Tess mee wil spelen, dan is die zo eng niet. Ah, een tijd geleden heb ik zo'n selfie stick gekocht. Denk ik wel een paar jaar geleden. En wat doet Tess ermee? Nee, ik verstop hem. En Vrona is aan het flamen. Vrona is aan het flamen. Maar goed, eigenlijk is het veel makkelijker praten. Ja. Als je een beetje in de buurt blijft tenminste. Hey, oh, je moet niet aan dat ding gaan zitten, want dan wiebelt alles. Dus we moeten deze een beetje korter maken. Zo. Zo. Dus, wat zijn we aan het doen? We zijn een paardje aan het losgooien. Dat betekent dat we op een bankje zitten en dat is wel heel lekker weer. Ik was ziek vandaag, of ik ben ziek. Maar dan is een zonnetje toch nog wel lekker. Ik ben wel benieuwd wat jullie doen als je ziek bent en je hebt een paard. Of je zou eigenlijk... in de manege les moeten. Of je moet naar je verzorgpony of paard. Hoe los je dat op? Ja. Laat maar hieronder weten in de comments. Misschien kunnen we dan wel een video van maken. Ja. Oh, pony aan doen. Wat doe je als je ziek bent? Kijk, ik ga even de pony's laten zien. Hoe is mijn bel, Tess? Heel goed, alleen hoest. Je moet wel die beetje kant op praten. Heel goed, alleen hoest ze een beetje. Dus wat hebben we er nu ingestopt? Mensen hoestmiddel. Hoestdrak. Ze krijgt hoestmix. Ik heb haar een vitamine spuit gegeven. Dat zijn spuiten die kan je in de mond stoppen, maar dat wil Bel natuurlijk niet. Dus dan doen we dat met... Slobber. Slobber. Maar vandaag heb ik haar niet gehoord. Nee, ik ook niet. Vandaag heb je druk geoefend met het krukje en met de bal. Hi Billy. Heb je nog iets nieuws te vertellen over Bel? Misschien kan je die kant op praten. Als je eerst even met Bel draaft, dan wordt ze wat moeier. En dan... kan ze makkelijker stil blijven staan. Oh. Dus, ik heb dus eigenlijk vind je elke keer voordat je gaat rijden dat je eerst maar even een rondje gaat draven zelf naast haar. Ja.
Een vreemdsoortig idee. Ja, het is allemaal optie. Ze moet gewoon even leren. En er zijn wedstrijden. Ja, een heleboel. Ja, ik denk dat jullie het niet kunnen zien. Nee, nee. Maakt ook niet uit. Springwedstrijden vandaag. Kim heeft vanmorgen gesprongen. Ik weet niet Fabien of ze... gaat ook vandaag. Oh, Fabien gaat ook. Op wie? Stip. Niet op Evita? Nee. Oh ja, ik zag het op Evita rondhoppelen. Nou, wij gaan de paardjes naar binnen brengen. En dan gaan we naar huis. Gaan we eten. Ja, dan ga je naar huis toe. En dan is ineens een boot midden op de weg. Dat is ook wel bijzonder. Ja, heel mooi weer vandaag. Het is dinsdag. Zowel Kim als ik zijn behoorlijk grieperig. Maar goed, een paar pillen doet wonderen. En met dat mooie weer toch even de paardjes naar buiten. Gisteren heeft Fabienne het even gedaan en Christine natuurlijk. Dus dat was wel heel erg fijn. En vandaag zelf weer. We zijn op pad gegaan met Alice. Want ik heb voor haar een vliesdeken nodig. Ik wil gewoon een normale uitstapdeken. Oh, kijk. Bel is even lekker aan het rollen. En de andere twee meisjes die zijn een plekje aan het zoeken om te rollen volgens mij. Ik ga vertellen, in een zonnestreek is bloedheet. Maar goed, Ellen had dus een uitstapdeken nodig. En raad gevraagd op Instagram en Facebook. En een super handige tip gekregen. Dus nu heeft ze twee vliesdekens die gewoon als soort paardeken omheen gaan. Dus nu als ze nat is, want als zij nat is blijft ze een paar uur nat. Haar ondervacht is dusdanig dat... Jeetje, die zon, jongens. Haar vacht is dusdanig dat het echt uren nat blijft. Dus dan moet ik feunen. Dat vind ik helemaal niet erg om te feunen. Maar ik ben dus nu een half uur, drie kwartier aan het feunen. En dat vind ik dan eigenlijk wel weer erg lang. Dus nu vliesdeken eroverheen. En dan kijken hoe dat gaat. Ik ben benieuwd. Vandaag is het dinsdag. Kijk dan hoe schattig. Hallo, cuties. Hallo. Nog meer cuties. Kijk, en Tess is Bel aan het halen. En dan gaat ze zo de les in bij Ilse. Heb je er zin in, Tess? Ja! Lekker bij Ilse. Nou, Bel, doe je best. Zo, ze is er klaar voor. Daar gaan ze. Tut 1 en tut 2. We hebben net geleerd dat geel snot waterig is. Heel normaal is. Dat zie je alleen omdat het een witte neus is. Anders dan zou je het niet eens opmerken. Zo zie je maar weer. Soms zijn er zulke eenvoudige antwoorden op vragen die heel eng lijken. Maar bij een witte neus zie je dus wel vaker wat gelig, waterig. Iets, beetje loopneuzerig, niks bijzonders. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Bedankt voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En vergeet morgen... Hallo Veroon. Vergeet morgen niet te kijken, want dan kan je zien hoe Tess haar eerste les heeft bij Ferenc met Bella. En geen springen dit keer, maar dressuur. Dus tot morgen. Doeg!